噩梦。
Welkom allemaal. Even bindtekst, bindtekst. Optreden. Dank u Kurt Overberg van de AB om mij te overtuigen. Het is echt plezant. Twee keer op een dag. Maar wees gerust, de vorige was eigenlijk gewoon een repetitie en nu is het voor echt. Nu gaan we echt ons best doen, hè, mannen. We hebben net twee nummers gespeeld eigenlijk. Het eerste nummer, heel kort, de Strijkers, mooi mannen. Ging over Michael Roskamp, Al wat doop volgt, in het plaats in Truis, hoor. Dit nummer ging over Joti het Hooft. Zo bleek zal ik zijn, een stukje uit Schreeuwlandschap, een bundel van hem. En het volgende nummer is weer een nummer uit de nieuwe plaat Anatomie van de Melancholie. Die ik toevallig ook bij had vandaag in de koffer en ik heb die dan van achter daar geplaatst voor Seves. En dat nummer heet Een Verlangen naar Ontroostbaarheid. En dat is een bundel, een essaybundel van Patricia de Martelare. Daar is ze. Ook een tijdje geleden overleven. Fantastische schrijfster en filosoof. Daar gaat dit nummer over. Thank you.
Thank you.
Dank u wel. Omdat jullie het blijkbaar zo goed vinden, gaan we verder met nog een stuk van Anatomie van de Melancholie. En deze keer gaat het over, misschien vreemd, Stef Bos, daar ligt hij dan. Die man wordt op vele vlakken onderschat door het feit dat er soms wat karamellenversen bij zijn, bij cd's, maar hij heeft ook een aantal echt supermooie dingen gedaan. Zoals de cd De Onderstroom, dat is een dubbele plaat, en de B-kant daarvan is echt de moeite waard, zou iedereen het aanraden. Daar staat een nummer op, De Laatste Trein, cover van Brel, en een van de... Een stukje uit De Laatste Trein, dat is De Doden die nog levend zijn, dat is een citaat eruit. Dus sommige mensen denken daarom dat het een zombie-nummer is. En als je dat wil, beschouwen als een zombie-nummer, mag je dat zeker doen. De doden die nog levend zijn. Thank you.
gaan nu een aantal nummers spelen uit de vorige plaat, Weg. Die lag ook toevallig in mijn auto vandaag, dus die heb ik ook mee. Dat is een verzameling van straten en we gaan er een tweetal straten bezoeken vandaag. De eerste is een straat uit Tongeren. Driekruizenstraat 107. Daar is hij dan. Het huis heette Lenteweelde. Zoals je kan zien. En daar heeft een stuk van mijn jeugd zich afgespeeld. En daar gaan we even over contempleren. Hè. Behind the sun, coming out so violently, you and I were here. If so. If it's here, then I don't mind it. To be alone with you.
Als jullie in het verre ontwikkelde Brussel Tongeren niet kennen, dan ga je het volgende stadje, dorpje zeker niet kennen. Het nummer gaat over Brustum. Brustum, iemand? Meestal zeg ik daarna dat de Chaussée d'Amour daar ligt. Dan kijken de mannen meestal verlegen weg, alsof ze daar nog nooit van gehoord hebben. Dat ligt dus daar, in Brustum. En daar lag ook deze mooie vierkantshoeve op de Singelstraat. Daar gaan we ook een nummer over brengen. Singelstraat 11.
if I can say you're heaven now. I can't hide it. And all this sound of falling in, and your these big ideas, they are not mine. I can't hide it. And all your faults and all this said, be alright. These lonely nights, why are they here? I can't hide it. If all is said and all is fair holds so well, these big ideas, they are not mine. I can't hide it. Please soon return, I beg of you, so alone. Via de Singelstraat naar een hele grote meneer, mijn inziens, zonder wie ik hier ook niet was. Dus dat is eigenlijk Kurt Overberg en de volgende meneer die me tot hier hebben gebracht, namelijk Wim Mertens. Zonder Mertens had ik waarschijnlijk vooral post-rock en metal gemaakt, maar in één keer hoor ik die man en dacht ik, hey, dat is wel mooi. Dus ik ga dat ook eens proberen. Vooral de plaat After Virtue is een niet te versmade meesterwerk. Dus ik ga straks naar huis en bestel de onderstroom van Stef Bos en After Virtue van Mertens. Het langste nummer op de plaat is eraan gewijd, op de Anatomie van de Melancholie, is aan Mertens gewijd. En eerst was dat één nummer, maar mijn platenlabel, Universal, zei ja, het is toch wat lang, dat nummer. Dus misschien toch best eens knippen. En dat bleek een heel goed idee te zijn. Want eerst was het gewoon de deugd. En nu is het voor de deugd en na de deugd. We beginnen met voor de deugd.
verslaafd aan bisnummers. Oké. Okay. De laatste is Alkstraat in Steevoort. Nabij Hasselt. Die liggen daar.